echt wel eens een keer al heel erg meegemaakt. Echt het domste ever. Toen ging mijn hart wel echt zo... Ja. We're coming, coming for ya. Dit jaar doe ik met de 100% elektrische Opel Corsa E mee aan de ADAC Opel E Rally Cup. De allereerste competitie ter wereld met uitsluitend elektrische Opel Corsa E's. En vandaag ga ik op pad met niemand minder dan fitnessguru Faya Laurens om te zien of zij ook een echte daredevil is. Hoi. Hey, killer body Faya. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, goed. Dus hij is helemaal elektrisch? Ja, volledig elektrisch. Vorig jaar hadden we natuurlijk een benzineauto. Daar ging jij echt als een dolle mee aan de gang. Oh. Dus we gaan kijken hoe het vandaag gaat. Maar voordat het zover is, wil ik je eerst nog even wat beter leren kennen. Dus wil ik je nog even wat duivelse dilemma's voorleggen. Dus dan gaan we nog even een stukje rijden. Okay. Ga ik rijden, ga je er even naast zitten en dan ga je zo meteen zelf aan de gang. Nou Faya, duivelse dilemma nummer 1. Je bent natuurlijk topfit, maar als je nou diep in je hart mocht kijken, zou je dan liever een patatje oorlog hebben of een quinoa salade? Absoluut patat. Ja, maar jij gaat me toch niet vertellen dat jij dat nooit eet? Jawel, want ja. Als ik een verbranding zou hebben die heel snel zou zijn, dus ik zou niet hoeven te sporten om niet dik te worden, zou ik elke dag patat en zo eten. Echt, patat vind je superlekker? Ja, vind ik superlekker. Rij jij met je killer body liever zelf met je Opel naar huis of laat je liever door een chauffeur naar huis brengen? Ik rij toch echt liever zelf naar huis. En ik zou helemaal de zenuwen krijgen van de chauffeur. Wat rij je eigenlijk voor auto? Een Vivaro, een bus. Oh ja. Een bedrijfsbus. Nederland of Curaçao? Mijn vader is van Curaçao en mijn moeder van Nederland. Ben je helemaal opgegroeid in Nederland? Ja. Oh ja. En ik vind Nederland gewoon een heel fijn land. Tot voor kort was het wel iets fijner, maar het is nog steeds een heel fijn land. En Curaçao heb ik wel eens over nagedacht hoor, om een tijdje te wonen. Maar ik denk toch dat ik voor Nederland kies. Oké, zometeen kan je in je nieuwe Opel Vivaro E geruisloos aankomen rijden. Niemand hoort je. Wie zou je dan liever willen laten schrikken? Je zoon of je dochter? Nou, mijn zoon absoluut, want ik kan het waarderen. En mijn dochter is meteen weer boos. Dus met haar verjaardag, ze werd 21, om 12 uur champagne over haar heen gespoten. Oh, nou, zo boos. Ja. Dat is de stomste moeder van de wereld. Nou, je bent onderweg naar huis. Je hebt nog 20 kilometer op de teller staan. En je moet ook nog 20 kilometer naar huis toe rijden. Dan zoek je een oplaadpunt of rij je naar huis en neem je het risico. Ik rij naar huis en neem het risico. Ja, hè? Ja, maar dat is zo stom, want dat doe ik iedere keer met mijn auto, met benzine ook. En ik heb echt wel eens een keer ook iets heel ergs meegemaakt. Echt het domste ever. Toen zat ik met mijn paard, twee paarden zelfs, in een paardentrailer door de Schipholtunnel en zag ik dat ik op nul stond. Nee, joh. Ja. Nee, toen ging mijn hart wel echt zo hier. Shit, dat ging mijn hoofddorp eraf. Heb ik het nog helemaal gered, hè? Mijn hoofddorp eraf. En dan en met die paarden achterin in die tunnel. Ik denk, nee, dat heb ik heel even van geleerd. Ging ik elke keer op tijd tanken, maar dat is nu weer voorbij. Ja, ja. Als we natuurlijk elektrisch opladen, is een volle batterij goedkoper dan een volle tank benzine. Dat betekent dat je geld gaat besparen. Wat ga je met dat geld wat je overhoudt ermee doen? Ga je er extra sportattributen van kopen of een nieuwe DJ-set? Ik denk toch investeren in crypto. Crypto? Ja, doe je dat? Ja, nee, ik ben even van een vakantie gaan lekker laten. Echt waar, hè? Ja, maar ik durf ook wel weer te verkopen en zo. Heel veel mensen die zijn dan hoog en dan gaat hij naar beneden en willen ze weer terug naar dat punt. Durf ze niet te verkopen, weet je wel. Je moet met jezelf eigenlijk gewoon afspreken, met dit verkoop ik. Ja. En dan moet je het dan ook gewoon doen. Ja. Volgende dilemma. Nooit meer social media gebruiken of nooit meer gebruik maken van een auto? Ik woon in een dorp. Ja, dan wordt het lastig. Ja, kom je eens weg, kom je eens goed, dorp uit. Hoe vaak gebruik jij social media voor je werk? Altijd. Dus daar kan je ook niet zonder. Ik zou dan toch kiezen voor nooit meer op social media. Ja. Heavy. Ja. Heavy shit. Of je hele leven alle vliegreizen gratis. Of voor de rest van je leven alles kunnen eten wat je wilt. Zonder aan te komen. Oh, dan kies ik toch wel voor die tweede. Ja? Maar vliegen vind ik ook wel heel leuk hoor. Maar ik heb ook al wel heel veel van de wereld al gezien. En het is ook niet zo goed voor het milieu. Of altijd airco aan op standje ijskast. Of altijd die stoelverwarming aan. Ja, dan kies ik toch liever voor de warmte. Ik moet wel zeggen dat de ijskast verbrandt je meer vet, hè, als je het koud hebt. Je bent ook altijd ermee bezig, hè? Ja, maar ik hou niet van kou, joh. Ik doe zelfs soms in de zomer nog mijn stoelverwarming aan. Nou, we hebben de dilemma's achter de rug. We komen zo meteen weer aan op de plek waar we echt gaan rally rijden. Oké, Faya, ik heb je wat beter leren kennen met die duivelse dilemma's. Wie moet het vandaag gaan gebeuren? Wat denk je? Heb je er zin in? Ik
vind het, zeg je eerlijk, wel een beetje spannend. Het is wel spannend, hè? Oh. Nou, ga zitten. Sleutels zitten erin. I'm coming, coming for you.